Ja, eigenlijk wel. Ja, iedereen werkt graag mee. Iedereen draagt een steentje bij. Ja, dat is heel fijn. De droom is om naar de Olympische Spelen te gaan en me daarvoor te kwalificeren. En daarvoor moet ik een tijd lopen. Of een top 8 positie in een World Major Marathon. Maar ik heb Eindhoven gekozen als toneel. Dat is geen World Major, maar wel een hele snelle marathon. En een hele gezellige marathon natuurlijk. In mijn thuisstad ook nog eens. En daar hoop ik dan een eerste succesvolle poging te doen om me te kwalificeren. Sowieso was ik altijd wel een andere atleet, denk ik, omdat ik altijd gewoon fulltime werkte. In tegenstelling tot mijn collega's. Ik ben sowieso wel een beetje een vreemde eend in de bijt, denk ik. Dat werk heb ik nu teruggeschroefd. Maar er is natuurlijk een andere taak waarvoor in plaats te komen. die ook best wel intensief is soms. Maar goed, dat is inderdaad wel een hele andere voorbereiding dan anderen hebben. Ja. Ja. Tijdens de zwangerschap ben ik echt gaan nadenken ook. Eigenlijk serieuzer erin gaan staan van ik ben nu 36. En als ik nog iets wil op dat niveau, dan moet ik het echt nu gaan doen. Toen heb ik de knoop eigenlijk doorgehakt. Nu gaan we het gewoon echt doen. En werk gaan we minderen en we gaan ervoor. Dus dat vuurtje is alleen maar harder gaan branden. Het is natuurlijk best wel een lange fase dat je eigenlijk niet kunt doen wat je graag wil doen. Sowieso tijdens de zwangerschap natuurlijk niet. Maar ik heb nog best lang door kunnen lopen. Dus ik had op zich een echte vlekkeloze zwangerschap. Dus ik mag echt niet klagen. Maar na de bevalling was echt wel even heftig om weer in vorm te komen. En ook pijnvrij te kunnen rennen. En dat alles weer een beetje normaal voelt. Ik ben na 5,5 week ben ik voorzichtig een beetje gaan joggen in het bos. En dan echt 100 metertjes of zo. En dan denk je al van, gaat dat wel goed? Ja, en toen een beetje gaan fietsen. Zo langzaam conditie opbouwen met zo min mogelijk klappen. Omdat dat toch voor je bekken niet goed is. Dus dan ben ik heel voorzichtig gaan uitbreiden. En totdat het echt weer een beetje goed voelt. En dat was echt pas na vijf maanden, denk ik. Vooral in het begin, ook met borstvoeding. En dat was echt wel even plannen. En nu is het nog steeds eigenlijk wel een grote aflossingswedstrijd met z'n tweeën. Dan komt hij van zijn werk en dan baby wisselen en dan ga ik trainen. En hij is natuurlijk ook de coach, dus dan gaat hij weer training geven. Dus het is best wel een aflossing en een geregel wel. Jok hem maar even. Ja, omdat ik die 2:33 liep ik echt met een fulltime baan. Of nagenoeg fulltime baan, met alle reistijd erbij was meer dan fulltime. De trainingen daarvoor waren allemaal niet heel succesvol en kwalitatief gewoon niet goed. Omdat ik vaak na het werk ver weg in Nederland ergens ging rennen. Het was allemaal een beetje stressen en doen. En het voelde allemaal niet super goed. En ik train natuurlijk veel minder dan dat ik nu kan trainen. Ik kan nu veel meer herstellen, slaapjes doen overdag eventueel. Dat zijn allemaal veel betere randvoorwaarden dan dat ik ooit had. Ik probeer wel bewust te zijn dat het wel heel bijzonder is dat ik dit kan doen. En dat ik ook echt wel van geniet. Niet dat ik soms mokkend, het loopt niet lekker of dat je alleen maar zit te mokken. Het is gewoon heel bijzonder dat ik dit mag doen, dat ik dit kan doen. En daar wordt ervoor gaan. Dus ik geniet er wel heel erg van. En natuurlijk af en toe doet het gewoon pijn. En mijn lichaam moet echt nog wennen aan de zware belasting. We zijn nu echt aan de marathonvoorbereiding begonnen. En mijn lichaam moet echt nog wel wennen aan de vele kilometers. Dus dat is er ook af en toe dat ik denk van mijn lichaam wil nog niet en het voelt zwaar allemaal en ik voel me kreupel. Maar dat went allemaal wel, dat weet ik ook wel. Dat komt allemaal weer goed. Slaap is nu wel heel erg belangrijk, dat voel ik wel. Als ik slecht een aantal nachten slecht slaap, dan voel ik gewoon dat ik veel meer last heb. De eerste periode ben ik er altijd 's nachts uitgegaan. Ook toen ik nog borstvoeding gaf, was dat het makkelijkste. Daar ben ik in juni mee gestopt en nu gaat hij er wel vaker uit, ja. Dus dat is wel heel fijn. Dan mag ik blijven liggen. Luxe, hè?